stroopstekel. Ik stroop mijn mouwen er even op. Oké, Michiel Nieuwkerk van Via Tim, wees er klaar voor. Welkom bij Topnames, hier dinsdagavond vanuit Freedom Lab. En zoals gezegd, te gast Michiel Nieuwkerk. Je bent van Via Tim. Klopt. Wat doen jullie? Via Tim komt voort uit mijn frustratie dat wanneer ik iets op het internet bestelde, dat het pakket bezorgd werd op het moment dat ik niet thuis was. En wij hebben een netwerk van Via Tim-punten opgestart. Via Tim-punten zijn buurtgenoten, private mensen zijn overdag thuis, ontvangen jouw pakket. En als je 's avonds thuis bent, kan je of het pakket daar ophalen, of je kan het thuis bezorgd krijgen met jouw pakket op jouw moment. Even ter voorkoming van misverstanden, maar dat gebeurt toch gewoon vanzelf in elke straat? Vaak krijg je op een of andere. Ja, nou, het missen van pakketten, dat klopt, dat gebeurt in heel veel straat. Gewoon bij de buren en er is één buurman die is altijd thuis. Ja. En daar staan altijd al die pakketten in de gang. En wij zijn nu die buurman. Wij zijn eigenlijk een beetje het formaliseren van het informele netwerk die je pakketten eigenlijk nu aanneemt. Als je kijkt, 25% van de mensen vindt het vervelend om pakketten voor de buren aan te nemen. 40% van de mensen hebben mensen in de wijk waar ze liever geen pakketten afhalen. Wij formaliseren dat met een netwerk van Via Tim-punten, waardoor je dat veel makkelijker en efficiënter toch bij de consument kan krijgen. Hoe werkt dat dan? Het kan op verschillende manieren werken. Eén ding, je zit gewoon op een webshop je wil het niet thuis bezorgd krijgen, maar je wil naar een afhaalpunt bezorgd krijgen. Dan ga je gewoon op de webshop bij de checkout zeg je, nou, ik wil het bij een afhaalpunt bezorgd krijgen. Dan komt Via Tim gewoon in je lijst naar voren als Via Tim-punt. Daar wordt het bezorgd, wij scannen het in. Op het moment dat wij het scannen, krijg jij een berichtje dat kan komen afhalen. Of dat je thuisbezorgd wil krijgen. En dat ligt voor bijvoorbeeld alle webshops die met DHL samenwerken. Dat is een van onze partners bijvoorbeeld. Dan zal je dat op die manier ervaren. Andere variant is, je bent niet thuis. Je krijgt het mooiste briefje in je bus van, nou, we hebben je gemist en we hebben iets voor je. Dan komt de DHL-bezorger bij het Via Tim-punt in jouw wijk afgeven. En dan kan je daar ophalen op het moment dat het jou uitkomt. Ja, dit veronderstelt om succesvol te zijn volgens mij enorme fijnmazigheid en dat je ook daadwerkelijk in elke straat zit. Want het voordeel zie ik wel, maar niet als het een wijk verderop is. Nee, dat werkt niet. Ik doe maar bij de buren. Nee, je straal is maximaal. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, die straal is echt maximaal 400 meter. Precies, voor een Via Tim-punt moet in jouw wijk zijn. Ja. En daardoor werven wij ook enorm veel punten. Onze ambitie, de big hairy goal, is 18.000 punten. Oké, en waarom zou ik dat doen, zeg maar als buurtbewoner die altijd thuis is? Je wil misschien wat bijverdienen, je wil contacten in je wijk, je doet het al. Dat zijn toch de typische mensen die Via Tim-punten zijn, die toch het eigenlijk vaak al doen, iets bij willen verdienen. Ja, maar dan dacht ik wel, en dan zat ik op jullie site te kijken, dan dacht ik, nou, 50 euro. Weet je, 25 cent per pakje. Dan moet je elke dag tussen 4 en 9 thuis zijn. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. En dan verdien je 30 euro in de maand als het een beetje mee zit. Nou, de meeste punten komen tussen de 50 en de 150 euro uit. En het is geen vetpot, dat is absoluut heel duidelijk. Er zijn ongelooflijk veel mensen die dit willen. We hebben zo'n 300 aanmeldingen. Dus je raakt wel ergens een... Ja, we hebben 300 aanmeldingen per week. Dus, dat zijn er echt heel veel. Nou, wij selecteren daar heel erg bewust op. Want wij zijn natuurlijk ook mensen die denken, ja, we doen het nu toch al. Ja. Als ik een beetje geld mee kan verdienen. Ja, of als het gewoon nog wat duidelijker is dat het bij mij ligt. Of ik wil wat extra contact in mijn wijk. Of ik wil wat bijverdienen. En er zijn natuurlijk ook heel veel punten die bezorgen. En als je bezorgt, dan verdien je ook weer wat extra bij. En wat meestal ook een mooie combinatie zijn als bijvoorbeeld mensen kledingreparatie doen aan huis. Of strijddiensten. Ja, dan kom je dat pakketje ophalen en dan even dat flyertje erbij. Ja, en dan komen er... Het concept is eigenlijk helemaal hetzelfde als elke pakketpunt in een winkel. Is dit een nieuwe buurtwinkel? Ik denk het wel. Dit is wel mijn droom. Als je naar mijn droom kijkt, dan zou ik zeggen, ja, je hebt een roze voordeur in je wijk. En als je die deur opendoet, is al het online gemak wat er is. De deeleconomie zoals een Peerby, alles wat je online kan kopen in winkels, alle bibliotheekboeken, alles is straks achter die ene voordeur de fysieke connectie met jouw wijk, laat maar zeggen. En dat is denk ik de nieuwe buurtwinkel. Maar als ik het... Ik herken het verhaal. Bij ons is er vaker iemand thuis dan bij anderen. Dus wij krijgen ook veel pakketjes. Maar ik zou zelf weer afhaken als de verplichting erbij
kwam. En nu zijn we graag bereid om een pakketje aan te nemen als we er zijn. Maar als de verplichting moet worden dat ik elke dag tussen 5 en 9 moet zijn, wordt het wel weer een ander verhaal. Wie zijn die mensen die een via Tim punt willen zijn? Ja, wij zien dat heel veel thuisblijvende moeders zijn met kinderen. Dat zien we heel veel. We zien ook heel veel gepensioneerde mensen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn echt de typische punten die bij ons aansluiten. Ja. Maar ja, het gemak is en de betrouwbaarheid is natuurlijk inderdaad evident. Je bent het gaan doen omdat je vanuit je eigen frustratie, nou hebben wij geleerd, dat is altijd een goed startpunt. Maar wat is er voor nodig? Je zei, hè, ons doel is 18.000, noem je volgens mij als voorbeeld. Maar wat is zeg maar het minimum wat jullie nodig hebben? Wanneer kan dit echt een belangrijk ding worden? Nou, als je bijvoorbeeld 1000 punten hebt, dan ben je al het derde servicepuntnetwerk van Nederland. Okay. Dus PostNL, DHL, PostNL is rond de 2500, DHL rond de 1700 punten. Nou ja, de derde, het vierde, vijfde, DPD, GLS, UPS, is het allemaal rond de 600, 800 punten. Dus als we 1000 hebben, zijn we nummer 3. En, dat is natuurlijk helemaal niet eens zo heel veel. Nee, dat is voor ons eigenlijk niet zo. Als het je zou lukken om die mensen die toch al nu die functie vervullen, ja, binnenboord te krijgen met weet je wel, een relatief laag bedrag. Maar goed, alles is meegenomen onder dat motto. Ja. Kan natuurlijk best hard gaan. Nou, dat gaat heel hard. Want wij hebben in september financiering ontvangen. Toen hadden we 60 punten. Ja. We zitten nu op de 200. Ja. En we sluiten nu ongeveer 30 tot 40 punten per week aan. Ja, heb je een marketingcampagne tegenaan gegooid? We hebben marketingcampagnes er tegenaan gegooid. We hebben een groot team van, wij noemen dat via-verbinders. Die gaan dan fysiek langs bij al die punten. Controleren de kwaliteit. Ja, kwaliteit is gewoon super belangrijk natuurlijk. Hè. Niet als je aanbelt dat er een of andere grote hond tegen je opspringt. Dat je denkt van, ik kom alleen een pakketje ophalen. Dat het pakketje goed blijft ruiken. Dat het snel wordt bediend, dat het goed verlicht is. Dat soort dingetjes, heel belangrijk. Dat controleren wij dan. Ja, hoe werkt dat met die partijen die pakjes versturen? Kijk, wij weten allemaal, jij doet het, we hadden het er voor de uitzending even over, wij lullen dan allemaal altijd met die mensen allemaal. Dat zit blijkbaar in je aard als journalist. Maar die jongens krijgen allemaal per pakje betaald. Ja. Dus die hebben er belang bij om die pakjes allemaal af te leveren. Hoe gaan jullie om met de gemiddelde DHL of TNT-bezorger? Die pakjes bij jullie aflevert, krijgt hij dan gewoon zijn normale bedrag per afgeleverd pakje? Ja, het is gewoon, kijk, wij hebben het contract met DHL en wij zijn voor hun gewoon een servicepunt en dan in de wijk. Maar alleen DHL? We hebben nu DHL, er komt in januari een van de top 3 winkelwebshops komt daarbij en we hebben ook al de bibliotheken, dus dat je je geleende boeken kan ophalen bij een via Tim.nl of kan inleveren bij een via Tim.nl. Ja. En dus al ook, ik krijg de meeste pakjes via PostNL bezorgd. Ja, dus die kunnen aan boord zou ik zeggen PostNL. Maar zo werkt het nog niet, want je moet aan twee kanten contracten sluiten, je hebt de punten nodig en je moet de contracten met de logistieke partijen. Ja, klopt. Ja, wij sluiten contracten met de logistieke partijen. Die voeren ons op in hun servicepuntnetwerk. Zodat je zo dicht mogelijk bij je huis voorzien kan worden van een punt. Ja, nou is mijn indruk dat PostNL by far nog de grootste is. Klopt dat? Ja, 60-70% van de consumentenmarkt is PostNL. Okay, dus voorlopig hebben jullie nog wel een wereld te winnen. Ja, maar moet je wel voorstellen dat de 30% van de pakketten, dat zijn ruim 200.000 pakketten per dag. Nou, een netwerk van 18.000 punten. Dat gaat via DHL, of niet? Ja, dat gaat er nu al dagelijks, eigenlijk al veel meer via DHL. Dus dat is al enorm groot. Nou, bibliotheek is onze tweede markt. Ik denk altijd, krimpende markt waarschijnlijk. Wie leest nog boeken? Nou, als journalisten waarschijnlijk jullie best veel. 80 miljoen boeken worden daar uitgeleend elk jaar. Er moet uitgeleend worden en ingeleverd. En er sluiten ongelooflijk veel bibliotheken. In dorpen zijn bibliotheken niet aanwezig. Ja, met een via Tim.nl kan je daar echt wel enorme kansen maken. Het is niet een tekort aan stroom. En het groeit natuurlijk. Het groeit ongeveer 14 tot 20% per jaar. Dus het is
Toen ik begon, toen was het geloof ik 1 op de 17 huishoudens die een pakketje ontving. Nu is het 1 op de 11 huishoudens. En met deze dagen is het echt 1 op de 3, 4 huishoudens elke dag die een pakketje krijgt. En je vertelde net in het tussenzinnetje dat jullie financiering hebben gevonden. Ja. Hoe is dat gegaan, even in het kort? Want je hebt op een gegeven moment een idee en dan begin je gewoon. Ja. En ja. Dat betaal je zelf of je bent met een paar vrienden gaan doen. Vertel eens even hoe dat gegaan is. Ik heb bij Nestlé gewerkt en bij Nestlé heb ik dit idee ook verteld. Nou, een mooi merk Nespresso natuurlijk. Dus die kon wel een en al vertellen over hoe dat spelletje in elkaar zat. En die hebben mij een sabbatical gegeven ten behoeve van het opzetten van mijn eigen bedrijf. Oh. Ja, dat is echt super cool geweest. Ja. Zo ben ik uiteindelijk kunnen beginnen. Heb ik de eerste keer een beetje geroken aan het ondernemerschap. We hebben het concept meerdere malen ontwikkeld en iteraties gedraaid. Totdat wij in november 2017 echt een schaalbaar model hadden. Toen zijn we in januari eigenlijk begonnen met op zoek gaan naar geld. Wij zijn op verschillende evenementen geweest. Informal investors en investment companies. En je kan het allemaal zo gek niet verzinnen. En uiteindelijk hebben wij heel erg bewust gekozen voor 4 informal investors. Die allemaal bepaalde kennis aan het bedrijf toe kunnen voegen. Sommige IT-kennis, marketingkennis, politieke kennis, start-up kennis. En die werken echt op dagelijks. Hoeveel geld had je nu nodig in deze fase om je doelstellingen te halen? We hebben nu een bedrag van €800.000 opgehaald. Ja. En ik begreep al, dat gaat vooral de marketing in. Hè? Want het concept staat wel, klopt wel. Of? Heel veel de IT. Het gaat ongelooflijk veel de IT in en het netwerk groeien. Ja. En IT is je platform, want het moet natuurlijk geadministreerd worden. Ja. Heb je een app voor nodig? Ja, hebben we. Dus neem ik aan. Hè? Ja, dat klopt helemaal. Ik denk maar hoe ik het zou doen. Ja, dus je kan het overnemen. Dus het Tim.punt heeft een smartphone en die registreert de pakketten die binnenkomen en de pakketten die doorgaan. Ja, klopt. Dat zo werkt het. We hebben dus een app en de via Tim.punt die scannen die pakketten. En dan vertelt de app van, je moet het bezorgen. Het wordt bij je afgehaald. Het pakketje ligt er nu meer dan een week. Het moet terugkomen. Dat soort dingetjes. En je hebt zoveel verdiend. En alles wat daar rondom komt kijken. Ja, dat zit helemaal in dat platform. Dat zit helemaal in dat platform gebouwd. En langzaam gaan ook al die partijen erop. En dat kost natuurlijk even tijd. Met het minimum viable product is natuurlijk gewoon... Het veronderstelt natuurlijk back-end integratie met DHL in dit geval. Ja, en dat moet dus nog komen. Okay. Maar dat zal ook wel... nu gaat het heel hard. Kijk, we hebben nu 200 actieve via Tim.punten. Nou, dat is een groei van 140 in minder dan 2 maanden. Ja. We zullen waarschijnlijk voor einde van april richting de 1000 punten aantikken. Dan begint de integratie wel een beetje een noodzaak te worden. Hè? Dus, handmatig houdt het wel. Nou, gelukkig is het niet helemaal handmatig meer nu, maar je zit nog wel op een tussenstap. Ja. Ja. Hey, en je zegt die nieuwe Tim.punten, daar gaan we hier bij langs, want we willen de kwaliteit garanderen. Je hebt die app. Zit er ook nog een soort van ratingsmodule tussendoor, zeg maar? Hoe doe je aan de kwaliteitsbewaking? Als ik een pakketje ga ophalen, krijg ik dan ook weer een van jullie de vraag... Ben je goed geholpen? Was de persoon thuis? Nou, daar gebruiken we eigenlijk een paar van de grote klanten voor. Want die doen heel veel op de klantwaarderingscijfers. En die helpen ons met de net promoter scores vanuit onze servicepunt... om dan te zien, wat zijn eigenlijk de scores die gegeven worden... En is het goed of niet? En, dat is wel een van de redenen waarom we zo hard groeien, want onze promotorscores liggen veel hoger dan traditionele punten. Het heeft veel te maken met openingstijden. En onze punten zijn allemaal open van 4 uur 's middags tot en met 9 uur 's avonds, maandag tot en met vrijdag. En dat is het moment dat mensen graag hun pakketje willen afhalen. En de traditionele... Dat heb je op onderzocht van tevoren. De boekhandel bij mij op de hoek, die gaat om 6 uur dicht. Ja, precies. Precies, en daardoor is het natuurlijk, Hey, waar zit jullie businessmodel? Gewoon aan alle kanten. Dat dacht ik al. Maar heel concreet, wij krijgen betaald voor het opstarten van punten, voor het managen van punten en per pakket. En boek. Het opstarten van punten, wie betaalt hier dan voor? Daarvoor, de betalen, de vervoerders betalen daar eigenlijk voor. Okay. Die hebben een grote uitdaging. Ik kan me voorstellen dat zij jou per pakje betalen. Doen ze ook. Waarom zouden ze betalen voor het opstarten van zo'n pakket?
Het is voor hun natuurlijk een behoorlijke uitdaging om hun servicepuntennetwerk in stand te houden, laat staan te vergroten. Traditionele winkeliers die zeggen, ja, voor dat geld ga ik het niet doen. Ja. Dus hou het maar in stand. Nou, dat is zo'n buurtpuntennetwerk is natuurlijk super daarvoor. Maar ja, dat dus kost je hebt echt wel een soft spot ook geraakt, dat je aan alle kanten ook mensen kan laten betalen voor wat je doet. Ja, dat is wel fijn. Gelukkig wel, ja. Ja. Nee, het businessmodel is rond in dat opzicht. En kijk, we kunnen ook meerdere vervoerders erop aansluiten. Dus dat maakt het ook heel sterk, waardoor je dus ook gewoon die kosten voor alle partijen goed kan drukken. En eerlijk gezegd, het is natuurlijk veel goedkoper door een servicepunt bezorgd te worden dan dat je het direct aan de voordeur krijgt. Hey, misschien is het een beetje arrogant gezegd, maar als ik zeg van voor het geld hoef je het niet te doen, dus het is een extraatje, Het is een beetje arrogant gezegd, maar als je tekort komt is dat bedrag natuurlijk wel belangrijk. Maar wat krijg jij terug van de mensen die deze punten hebben? Waarom doen ze het? Er is gewoon een groep van mensen die het voor het geld doen. Die 50, 150 euro per maand, dat het gewoon net even dat extraatje is, waar ze net even wat leuks van kunnen doen. Heel veel mensen die deden het al en denken, ja, doe ik het er nu bij. Maar er zijn ook heel veel mensen die doen het omdat ze contact willen in de wijk. En ook, ja, wat ik nog eens laat, als je al iets aan je huis doet, of je doet al iets van was, strijk, kledingreparatie, fietsbanden plakken, verzin het maar. Ja, dan gaan die verdiensten automatisch ook extreem omhoog. Want ja, nou ja, als ik naar mezelf kijk, een trui repareren. Je zegt eigenlijk wat je aan het begin zei, achter die roze deur. Het is ook een beetje, zodra de mensen over de vloer komen, is het natuurlijk niet zo heel erg ingewikkeld om allerlei aanvullende... Nee, het upsellen is eigenlijk, ja, dat is natuurlijk echt wel ons toekomstige businessmodel. Ja. Hè? Dus we zijn nu bijvoorbeeld, hebben dat al gedaan in Rotterdam met kaas. Dus dat je bij een via Tim.nl een promotioneel stukje kaas meekrijgt. En om te zorgen dat je dan dat kaasje gaat kopen. Precies, het allemaal commerciële mogelijkheden. Precies, allemaal helemaal gebeuren. Ja. Nou ja, jullie hadden net een mooi verhaal over geurtjes. Nou, dat was natuurlijk een gepersonaliseerd geurtje. Maar ik bedoel, met Valentijn, 10 dagen voor Valentijn. Je komt pakketje aan bij het via Tim.nl. Daar zitten ook wel testertjes. Wil je dat ik hem gelijk bestel? Dat soort dingen kunnen we, ja, dat pakt best wel goed mee. We hebben dat al getest op verschillende dingen. Nou, oliebollen met oud en nieuw is ons geniale concept. Ja. En dan zie je, ja, 30% van de mensen die pakketten bij ons op hebben gehaald, hebben dan die oliebollen besteld. Dat is gewoon veel. Hoe handig is het als je bij je buurman je oliebollen kan ophalen? Ja, het wordt bij je thuis bezorgd, zelfs de buurman. Het is helemaal niet meer die kou in en niet in de rij staan. Johan Schaap die stelt een vraag over data. En ik zat hetzelfde net te denken toen jij het voorbeeld noemde van de bibliotheken. Hij vraagt het meer in het algemeen, maar even heel concreet. Is het ook... Ik neem aan dat jullie alles bijhouden en data is natuurlijk superbelangrijk. Ja. Is het bijvoorbeeld in het voorbeeld van de bibliotheek straks denkbaar dat een boek in plaats van mij naar de of van de bibliotheek naar mij, terug naar de bibliotheek, naar persoon B, is het denkbaar dat straks via een Tim.nl dat boek gewoon van mij, via Tim.nl, direct naar de volgende persoon gaat die het bestelt? Dat is mogelijk als die persoon in dezelfde wijk zou zitten. Ja. Of in een... Ja, of van mij naar Tim.nl, naar Tim.nl, naar volgende. Ja. Maar data moet dat gaan doen. Ja. Is dit jullie strategie? Houden jullie dat bij? Dus ook wat je bezorgt, hoe je het bezorgt, al die routes, al die pakketten. Is dat iets wat jullie gaan doen? Hoe we bezorgen, zeker. Hè? Dus mensen die zich... waar wij echt begonnen zijn, dat IT-gedeelte moet nu ontwikkeld worden. Maar dat is echt van dat je zegt van... hoe laat wil je het hebben? Nou, doe maar tussen 6 en 7, dan zijn we aan het eten. Of doe maar naar 8:30, maar klop alsjeblieft op het raam. Ja, maar dat snap ik allemaal nog. Maar ik probeer die inefficiëntie in die vervoerstromen, waar we ons allemaal aan irriteren. Dat die pakketten gaan allemaal weer terug naar dat centrale distributiepunt. En dan gaan ze naar de volgende. Of retourzending, weet je, omdat ik hem niet wil... Maar die maat, die misschien wil iemand 2 huizen verderop, heeft net dat product wel besteld. Ja. Gaan jullie die inefficiëntie eruit halen? Hebben we nog niet in ons plan zitten. Nee. Oké, jammer. Ja, nou dat weet ik niet. Kijk, als je kijkt naar waar halen we de efficiëntie, als je traditionele bezorger bekijkt, die rijdt gewoon kriskras door alle straten in de wijk. Wil jij nou 's ochtends bezorgd worden en je buurman 's middags en de andere buurman 's avonds, gaat hij gewoon 3 keer rijden. Klinkt raar, doen we wel. Dus, Halen jullie er wel uit? Die haal je eruit, maar dat is een klap op een enkele reis van 74% minder kilometers in de woonwijk. Dus CO2, dat is veiligheid. En
daar neem je een enorme efficiëntieklap. Nou, dan is de tweede efficiëntieklap is eigenlijk het volume van wat jij zegt, dat boek, dat eigenlijk een heel reis door Nederland maakt. Maar ja, dat volume vergeleken die 74% is er wel, ja. Maar is misschien even nu is voor ons wat minder behapbaar dan wat wij nu kunnen realiseren. Ja. Ik zat net te denken toen jij dat verhaal over de bibliotheek vertelde. Is dat ook een visie die jullie ook hebben? Want uiteindelijk ga je eigenlijk tegen dit soort instituten als de bibliotheek zeggen van joh, sluit die tent nou maar. Laat mensen gewoon lekker online boeken reserveren en bestellen. Je haalt ze op bij het tim.nl. Ja, maar dan heb jij de ontwikkeling bij de bibliotheken weer niet gevolgd. Nee, maar ik dat zou kunnen. Ik kom er ook niet zo vaak. Nee. Ik focus even op dat uitlenen van die boeken. Ik denk dat de kracht van de bibliotheken moet zijn om mensen naar zich toe te trekken, samen te brengen bij de bibliotheken. Het echte uitlenen van boeken, ja, daarvoor zal je niet fysiek naar de bibliotheek hoeven, maar wel het samenkomen van mensen. En ik denk dat zeker als je wil zorgen dat de jongere generatie gewoon actief boeken leent, dat je daar wat mee moet doen. En ja, het klinkt heel raar, maar Netflix, ik denk dat de meeste mensen dat wel kijken, maar er zijn ongelooflijk veel mensen die gewoon het liefst een fysiek boek in handen hebben, die misschien nu elke keer kopen. Maar we hebben al abonnementsmodellen, ja, zo oud, en ze gaan ontzettend goed. En ik denk alleen maar dat het gemak een zeer grote beperkende factor is voor dat soort instanties. Ik koop boeken omdat ik geen zin heb om naar de bibliotheek te gaan. Nou, laten we het boek bij jou thuis brengen met via Tim. En als je hem uit hebt, dan geef je ons een appje. Ja. Dan halen we het bij jou thuis op. Hey, maar daar zit wel concurrentie, hè? Die zin. Want Picnic hebben wij hier aan tafel gehad. En Picnic, ik weet niet of ze het ook zijn gaan doen of ze het toen al deden, maar het was hetzelfde verhaal. Hè? Picnic die zei ook, kijk, wij zijn in feite natuurlijk gewoon een distributiebedrijf. Ja. We hebben ons eigen verdeelcentrum en daar komen alle etenswaren, zeg maar, en alle dingen langs. Maar die boeken kunnen we ook wel bij. Dus dat gaven zij net aan. Waar zit voor jou de concurrentie? Welke partijen zijn nog meer vergelijkbare dingen aan het doen of kunnen dat gaan doen? Pakketkluizen aan je huis, pakketkluizen op de stations. Dat zijn toch wel serieuze partijen. Ik denk dat dat ook wel echt consument is. De vraag is, wat is gewoon, ben jij iemand die met de trein reist? Nou, dan is zo'n pakketkluis op het station super interessant voor je. Ben jij iemand met een huis die zich daarvoor leent om een pakketkluis aan je voordeur en je bestelt heel veel en je bent ook wel bereid daarvoor te betalen, want dat is meestal het nadeel. Hè? Die dingen die kosten ongeveer 150 euro, betaal je nog een bedrag voor per maand, 4, 5 euro. Nou, eerlijk gezegd, de consument wil helemaal niet betalen voor het bezorgen van zijn pakketje. Het moet goedkoper en efficiënter en het moet sneller. Dat zijn de concurrenten die veel. Nou, heb je natuurlijk fietscouriers, supermooi concepten, CO2 gedreven, heel erg. En ik denk dat je echt per consument zal moeten kijken wat past het beste in een leefomgeving van die consument. Dus ik denk ook niet dat Via Tim alle klanten zal bedienen. Maar jij zei de markt is super groot. Je zei helemaal aan het begin al, die markt is zo groot en die groeit zo hard, dat al pak je maar 10% of 20% van die markt dan. Ja, wij zitten met 3,5% van de markt, kunnen wij al ver onder kostprijs opereren van de huidige systemen. Ja. Ja. En als we jou over een jaar uitnodigen, waar sta je dan? 2000 punten. Minimaal nog wat andere vervoerders zijn aangesloten en nog wat mooie brede diensten aangesloten die we kunnen aanbieden. Ja, waar denk je aan brede diensten? De deeleconomie vind ik fantastisch mooi. Weet je, stel nou voor je de boor bij de buren huren. Hè. We zullen het niet zelf ontwikkelen. Peerbie, samenwerkingen, weet je, dat soort dingen vinden wij mooi. Gewoon die specialisten op hun gebied laten werken, maar ja, het zorgen dat wij die boor ophalen, afgeven bij de buurman, dat wij dat die logistieke schakel zijn in die wijk. Dat ik mijn snapcar, auto sleutel bij jouw punt. Hebben we al bij pilot? Ja, we hebben al meerdere via Tim.nl pilots gedraaid met een deelauto project, waardoor als de auto werd verhuurd en ingeleverd werd, even een snelle check is geweest van is het goed? Bam, hij kan er gelijk weer uit. Ja, wat je zegt, nee, maar de sleutel, dat is met altijd gezeur. De sleutel. Ik wil best via Snapcar mijn oude Volvo verhuren. Zeer veel gevraagd. Maar ik,
dat gedoe. Dat is, het, dat is de deeleconomie-uitdaging, is natuurlijk het matchen van de tijd tussen degene die huurt en verhuurt. Precies. En de verhuurder heeft daar eigenlijk geen zin in en tijd voor. En dat kan met een VIA-TIM-punt fantastisch. Ja, dus het cirkeltje eigenlijk rond wat je aan het begin zei, het fysieke punt in de virtuele economie. Ja. Dat en wie is Tim? Ja. Ben jij dat? Nee, je heet anders. Ja, nee, dat is de meest veelgestelde vraag. Een heel slecht marketingverhaal. Moeten we toch even stellen? Ja, nou goed, daar gaan we. Nee, het is eigenlijk gewoon een slecht marketingverhaal. Ik had gewoon, het heet Delivered. Met RD aan het einde kon niemand spellen, dus mijn mailtjes kwamen nooit aan. Toen heb ik 10 vrienden opgebeld met 10 verschillende namen. En ik zeg, joh, schrijf niks op. Ik bel je over een week terug, dan wil ik weten welke je hebt onthouden. En onder andere mijn eigen naam zat erbij, maar via Tim was gewoon op stip 9 van de 10, zei als eerste via Tim. En ja, het past ons fantastisch. Ja, marketingtechnisch, ik zag ook op de kaart dat, weet je, als toevallig een Jaap een via Tim punt begint, dan mag het ook via Jaap heten, toch? Dan heet het via Tim door Jaap. Okay. Ja, dus het heet altijd via Tim door Jaap, via Tim door Anneke, via Tim door Piet. Okay. Door wie je maar wil. Even gaan je in de gaten houden. Ik vind het een mooi verhaal, een fantastisch initiatief. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, succes. Dank je wel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd de sponsors. Dat zijn Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de streaming. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond nog. 2, 3 denk ik. Tot kerst. Ja, zijn we er nog een aantal keer. En je weet, ons hele archief staat online via fastmovingtargets.nl of YouTube. Dag.